We hebben vandaag een activiteit georganiseerd met de flats die hierachter staan van de Nieuwe Bieze en de Mariënburg. En dit idee is eigenlijk ontstaan omdat er wel eens klachten worden ervaren van die mensen, van onze leerlingen. En er is al eens eerder zo'n activiteitje georganiseerd een aantal jaar geleden, maar op kleinere schaal. En dat is echt heel erg goed ontvangen. Dus daarom wilden we dit jaar op grotere schaal doen. Dus we hebben met alle leerlingen alle mensen uitgenodigd uit die flat. En er zijn toch heel wat aanmeldingen gekomen, een stuk of 50. Dus daarom hebben we de dag vandaag wat groot ingevuld met een liedje, een dansje, een korte presentatie over de school, zodat de mensen een leuk beeld krijgen van onze school. We wensen jullie allemaal heel erg veel plezier en alvast hartstikke bedankt voor het komen. We zijn nu jurk aan het maken en bij verzorging leer je poetsen. Daarna heb je ook stage. Je hebt een snuffelstage. En dat is 1 of 2 dagen in de week. En dan kun je kijken of het echt iets voor jou is of je nog wil veranderen. In de lessen doen we ook leuke dingen. En ook in de pauze maken we veel lol, goede vrienden en vriendinnen. En we spreken ook vaak na school af. Nou, dit was even een korte presentatie om jullie een indruk te geven over onze school. Straks wordt er nog een stukje voor jullie gedanst en een stukje gezongen. En je tegen jezelf vecht. Oh, onthoud dan, vertrouw dan en weet dat ik hier voor je sta. Ik draag je, dus vraag me en ik zeg ja. Vandaag hier te gast hebben gehad. En ik denk dat we dat vaker moeten doen. Zodat u een klein beetje een beeld krijgt van wat er hier op de praktijkschool zich allemaal afspeelt. Dus ons en alle leerlingen van dit clubje, heel erg bedankt voor het komen. Ik vond het echt hartstikke leuk dat jullie er allemaal waren. Buitengewoon, heel gezellig, gemoedelijk. En de leerlingen die alles georganiseerd hebben, vind ik hartstikke fijn. De maitri dinger, die is dinger en die bloemetjes en het gebakken en alles. Het was geweldig. Ze hebben hun best gewerkt. Ze hebben hun best gewerkt en het was heerlijk. Het is heel ontspannen. En dansje was mooi. En dansje was mooi. Als ik stukken jonger was geweest, had ik mee gedanst. Het was erg fijn. Gezongen heb ik wel niet.